Onze laatste ontdekking van de dag is Studio 2, een juwelenwinkel waar je ook workshops kan volgen. Benieuwd of ik daar iets van maak. Lotto, we staan hier in Studio 2. Een project van jou en nog een andere juwelenontwerpster. Kan je even uitleggen hoe dat geheel ontstaan is? Wij kennen elkaar van op school eigenlijk. We zaten niet in dezelfde klas, maar daarna bleven we elkaar zo wel tegenkomen op beurzen. En ik gaf ook al workshops bij mij thuis in juweeltechnieken. En Nathalie kwam soms ook onderwerpen geven. Mm-hmm. En op een dag belde ze van, ja, ik wil eens komen babbelen. Dus ik zeg, ja, is goed, kom maar af. En ze kwam af. Ik zeg, ja, welke workshop wil je nog komen doen? Ja, zei ze, het is eigenlijk iets anders. En ze stelde dit voor en ik was een beetje overrompeld, want ik kwam totaal uit de lucht gevallen. Yeah. Ik had eerst nee gezegd, zeg, oei, oei, nog een paar jaar wachten en dit en dat. En dan de ganse nacht wachtweer gelegen en de volgende dag heb ik gebeld en dacht, ja, ik doe mee. Ja, je stapt er mee in dat verhaal. Jullie zijn twee juwelenontwerpsters met een eigen collectie apart dus. Vindt u die hele collectie hier in het winkelgedeelte? Ja, absoluut. Alles ligt door elkaar, omdat we niet willen van, dat is uw stuk, dat is mijn stuk, dat mensen gewoon ons als geheel beschouwen, ook al maken we vrij aparte dingen. En af en toe nodigen we ook nog andere mensen uit. Lotte, jullie geven hier ook workshops? Ja, inderdaad. We geven echt specifieke juweeltechnieken voor beginners en gevorderden. Mm-hmm. En ik denk dat we ondertussen een aanbod hebben van 25 workshops. En elk jaar verschilt het een beetje, nieuwe onderwerpen en iets afwisselen. Dus stel dat ik niets, want dat is ook zo, van juwelen afweet, kan ik hier dan toch iets komen maken? Ja, absoluut. Ik denk dat het 50-50 verdeeld is voor beginners en voor gevorderden. Ja. Komen mensen ook terug of blijft het meestal bij één keer? Nee, ze blijven echt terugkomen. Mm-hmm. Wat heel leuk is, dat had ik in het begin eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat ze zoiets zouden komen proeven en dan weer ergens anders gaan of zo. Maar dat is heel leuk. Ze komen terug naar jou. Dat is teken dat het plezant is, hè? Ik wil dat wel eens proberen, zoiets iets maken. Zou dat lukken om mij iets te leren? Ja, we beginnen met een ring in was. Dat is vrij eenvoudig. Dan moet je eerst je maatje zoeken. Oké. Okay. Moet ik gewoon aandoen en nog eens aandoen? Dat is eigenlijk de wastube waarvan we vertrekken. Dus bij verloren was maakt je juweeltje volledig in was. Mm-hmm. En dat wordt dan eigenlijk machinaal in zilver gegoten. Mm. En daarom noemt het ook verloren was, want dat zij de kwijt op het einde. Okay. Je mocht eerst kiezen hoe breed dat je wilt. En dan kun je mijn passertje... Ah ja, dan mag je dat gewoon zelf kiezen. Is het al gebeurd dat iemand echt geen talent had en dus gewoon eigenlijk er een potje van maakte? Niet echt op die manier, maar wat dat wel al geweest is, mensen met zo ontzettend mooie, bijna gemaquilleerde nagels, mm-hmm. dat ik zo helemaal zie wegtrekken, zoals ze zien wat dat ze gaan moeten doen. En die durven dan wel eens afhaken, ja. Ja, okay. Bij juwelen maken maak je absoluut je handen vuil. Maar dat is niet erg, mijn handen waren eigenlijk al een beetje vuil, dus... Nu heb je de buitenband bepaald, nu gaan we de binnenband bepalen. Want dat is gewoon hoe dat je het koopt en die moet je zelf op maat zetten. Oké. Dus dat doen we hiermee. Dat is een tribolet. Hier zit een mesje op. Dus je moet oppassen dat je die niet zo vastpakt. Die gaat erin en dan moet je zachtjes draaien. Als je er te ver in steekt, blijft dat zitten. Dus je mocht geen weerstand voelen. Een paar keren draaien en je ziet de krulletjes er zo afkomen. En dan omdraaien, want die is konisch. Dus een paar keer draaien en omdraaien. Nu gaan we nog de metaaldikte bepalen. En dan mogen we ook weer gewoon kiezen. Ik zou dat... Dat mag eens, hè? Ja. Dat is nog vrij dik. Dik, dat is 2 mm. Dat is eigenlijk de dikte van mijn bandjes. Ah ja, oké. Okay. Ja, zoiets dan, hè? Ja. En dan mogen die langs binnen aftekenen en aan de andere kant ook. En dan gaan we er nu een textuurtje op zetten. Uh-oh. Dus ik ga nu eigenlijk beetje bij beetje de was langs buiten wat laten smelten en dan er even in drukken. Oh, ja, oké. Okay.
dat ziet er goed uit. Ja? In was geeft dat geen duidelijk beeld, maar als hem gegoten is, krijg je ongeveer zo'n resultaat. Aha. Oh, cool. Tada. Zo, ik heb de smaak ondertussen helemaal te pakken met dat juwelen maken. Ik ga hier gewoon met Lotte nog wat verder doen. U thuis, bedankt voor het kijken. Maak er een creatief weekend van en heel graag tot volgende week. Grand Bazaar.